Goedemorgen, het is vandaag maandag en ik sta in de kast om een havermoutje te pakken, want ik ga eventjes een ontbijtje voor mezelf maken. Maar ik ben dus al heel lang aan het wachten op de man van de badkamer, want die zou om 9:30 hier zijn. Het is al 9:30 en hij zei ik ben een kwartiertje vertraagd, maar nu is die. Dus ik ben niet heel blij, want ik voel de bui wel weer hangen. Zou ik ook gewoon een keer weer normaal gaan. De mensen die mij al langer volgen weten dat. Toen wij dit huis kochten, het is een nieuwbouwhuis, hebben we alleen maar drama gehad. Met iedereen die voor ons werkte. Nou ja, niet direct voor ons, maar die hier. De keuken was een drama, de badkamer was een drama, het toilet uiteraard was een drama, de vloer was een drama. Alles was een drama, dus... Ik ben heel benieuwd hoe laat die man hier komt en of die wel komt. Nu ben ik eventjes bezig met een ontbijtdrankje voor mezelf te maken met banaanmelk en havermout. Bijna op. Nou, de douche lekt. Dus, lijkt op banaan! Er zit ook banaan in. Er zit ook banaan in, jij mag wel proeven. Nee. De douche lekt, dus daar waar de glazen wand ophoudt en waar er gekit is, hebben ze niet goed gekit. Aan twee kanten niet, allebei de kanten zit niet. Goed, dus daar komt altijd water uit. Dus daarna kan je de badkamer weer droog maken. Dus het is allemaal, ik zou het jullie niet aanraden om alles te laten uitvoeren via Sanisil. Spullen kopen via Sanisil is prima, maar laat het niet door hun uitvoeren, want het is echt gewoon ellende. Want zij huren vervolgens ook weer andere mensen in die het klusje moeten opknappen. Dus dan kan je net zo goed zelf iemand inhuren en met korte lijntjes daarmee praten en uitleggen en regelen. Deze? Wij wisten dat niet. Wij dachten dat ze gewoon zelf mensen hadden of vaste bedrijven waar ze mee samenwerkten. Maar dat is ook niet zo. Zij zetten ook weer gewoon een klusje uit. Hetzelfde geldt voor... Mama, ik wil deze... Ja, dan doe je dat toch? Nee, ik kan die niet helemaal vinden. Nee, ik weet ook niet wat die is, lieverd. Nou ja, kortom, het is gewoon gezeik. Als je... Want mensen denken vaak, nieuwbouw, oh, dat is lekker makkelijk. Maar het is helemaal niet makkelijk. Je kan beter gewoon in een huis kopen wat al klaar is, wat al af is. Waar je dus nog een muurtje moet sausen. Een plintje moet leggen en of behangetje en verder niks. Misschien een vloertje, maar alles nieuw. Het is heel leuk. En dat ga je waarschijnlijk ook maar één keer meemaken. Tenminste, ik wel. Maar het is zoveel meer drama en ellende. Ik denk dat ik het niet eens zou zien zitten om het nog een keer te doen. Als ik het geld zou hebben. Ik kom net terug van boodschappen doen. En deze lag in de tuin op ons te wachten. Dus die hebben het even afgehaald. En daar ga ik vanavond een soepje mee maken samen met broccoli. Ik heb een broccoli meegenomen. En dan gewoon met wat krieltjes of aardappeltjes. En heb ik nou wel aardappelen gekocht? Hè? Ik weet het gewoon niet meer. Ik dacht dat ik aardappelen gekocht had. Ah, zie je? Ik wilde zoete aardappelen kopen, maar dat heb ik dus niet gedaan. Dus nu heb ik, nou ja, dan eten we maar gewoon frietjes erbij. Ook prima. Dus onze eerste courgette is een feit. Ik plof net even op de bank. Ik vind het altijd zo saai als je dan thuis moet blijven omdat iemand een klusje komt doen. En het is fijn dat ze een klusje komen doen, maar je bent meteen weer zo gebonden. Normaal gesproken ga ik de weekboodschappen doen. Dat zei ik natuurlijk vanochtend ook al. Maar ik heb even geluncht bij de buurvrouw. Ze appte, ze was thuis. En we hebben daar even gegeten tussenmiddag. Lekker soepje gegeten. En ik had ook gezegd, want dan ben ik om de hoek. Hè. Ik zei van, ik zit even bij de buurvrouw. Als je me nodig hebt, moet je me even geel geven. Maar hij is net vertrokken. Het is 2:00. Dus het valt me op zich nog mee hoe lang hij bezig is geweest. Maar
bij de wc's moest opnieuw gekit worden. Want de ene wc hadden ze een hele andere kleur kit gebruikt. Nou, dat is echt lelijk. En bij de wc beneden hadden ze dus na het kitten zelf met hun vingers aangezeten. Waardoor die hele kitrand lelijk was geworden. En toen was dus eigenlijk alles gewoon weer kapot gemaakt. En volgens mij heb ik vanochtend ook gezegd wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand was. Er moest in ieder geval van alles gebeuren. Dat is gedaan. Je hebt vieze vingers, denk ik. En wij gaan zo even naar de biep. Gaan we naar de biep? Ja, even je mond poetsen, want het is vies. Dan gaan we even naar de wc en dan gaan we naar de biep. Nee, we gaan geen rondje meenemen naar de biep. Nee, hij is nog niet op. Nou, dan blijven we even thuis. Of we gaan het straks, als we terugkomen, opdrinken. Kijk, dit is dus het resultaat. Als er mensen in je huis zijn geweest, dan liggen er overal zand en zooi. Ik heb gisteren dus de badkamer schoongemaakt. Benno zei al tegen mij, doe dat nou niet, want morgen komt die man. En dan maak je er weer een rotzooi van, dan kan je opnieuw beginnen. En ik dacht, ja, ik wil toch dat het netjes is, weet je wel. Dus ik heb toch nog wel het schoongemaakt, niet uitgebreid, maar wel gepoetst. Het is wel echt vies nu. Lekker stofjes en zo. Troepjes. Ja, hij heeft lopen boren. Daar allemaal vuil. Dit moest opnieuw gekit worden, want het water lekte er langs hierdoorheen. Dus heeft hij nu dichtgemaakt. Ja, ik ben heel benieuwd. Hij heeft zo te zien dus eerst ander werk gedaan en daarna de dorpel. De dorpel heeft hij als laatst gedaan. Ja, met als resultaat dat er dus allemaal stof en zooi in de kit is gekomen, zoals dit. Ik weet niet, maar ik vind het niet netjes. Maar goed, we doen het er maar mee. Ik geef het naar de wc, want boven, beneden kan dat dus niet. Want beneden is de hele toilet opnieuw gekit. Boven dus niet. Ik dacht dat boven ook zou moeten, maar dat is dus niet zo. En dan gaan we even naar de biep, want we kunnen eindelijk de deur uit. Ik heb mijn nieuwe lievelingst-shirt weer aan. Deze ontzettende leuke. Alleen heb ik er dus, zag ik net, soep op gemorst tijdens de lunch. Kijk, tomatensoep. Dus ik hoop dat ik het eruit krijg. Zal je altijd zien dat dat gebeurt op het moment dat je net alle was hebt weggewerkt. Ik heb gisteren 2 wassen gedaan. Vanochtend 1. Dus alle was is weg. Nou ja, nu heb ik weer een t-shirt. Dus eigenlijk wil ik dan niet wassen. Maar ik denk dat ik wel moet. Want volgens mij gaat anders die vlekken niet meer uit. Ja. Papa.
Wij zijn weer thuis en ik ben in de kast aan het zoeken naar een pan. Want ik ga broccoli courgette soep maken. En daarvoor heb ik een grote pan nodig. Alleen de pan die ik dus zoek, weet ik niet waar die is, want die staat niet in mijn kast. Maar goed, dat is niet echt een wereldprobleem. Want ik heb echt genoeg pannen. Over ontspullen gesproken kan ik die kast ook wel eens gaan uitzoeken. Heel makkelijk. Wat heb je nodig? Een broccoli, een courgette, een ui, twee bouillonblokjes en water totdat de groenten onder water staan. Dus eerst uitje fruiten, groenten erbij, bouillonblokje, water erbij, koken, pureren en eten. Ja, wat al maanden geleden is. Ja. Ja. Dus ik zeg, dat is een beetje raar, hè? Want ik had nog een mail gestuurd met, dit ben ik ervan, dit is mijn analyse en pakken jullie dat verder op. Dus daar heb ik helemaal geen respons op gekregen. Jij of? Zij. Oh, dat zij kan schuilen achter jou? Ja. Dat is ook niet netjes, toch? Nee, nou. Het soepje staat op. Ik moet nog even koken, dan kan ik het pureren. Maar ik ga vast mijn outfit veranderen. Ik kan zeggen, ik outfit change. Maar ik heb altijd zo'n hekel aan als mensen er al de constant Engelse woorden doorheen verhaal heen gooien. Maar nu deed ik het zelf. Ik ga even een andere outfit aandoen, want ik ga vanavond wel naar de bootcamp. Benno heeft mijn schop onder mijn kont verkocht. Figuurlijk. Hij is wel gelijk, maar ja. Ik zeg tegen hem van ja, het voelt gewoon een beetje alsof ik vrijwillig mezelf ga lopen afbeulen. Ja, zegt die schat, maar dat is toch ook zo. Ik was ontzettend gemotiveerd twee maanden geleden, maar ja, het is een paar keer heel slecht weer geweest en ik moet gewoon de motivatie weer een beetje vinden. Vorige week was ik ongesteld en ik had overal pijn en last en gedoe en ik zat niet lekker in mijn vel. Ik heb zo'n slechte week gehad. Ik heb ook eigenlijk niks gevlogd. Ik heb alleen maar gehuild en ruzie gemaakt. En dat is gewoon echt deprimerend. En dat is nu gelukkig weer weg. Dus, sportkleren aan. Soep gaan pureren. Zeg je? Hoe lang moet ik doorkoken? Een minuutje of 12, 15. Wat is dat nou weer, muisaap? Klaar. Het is vandaag dinsdag. We hebben brood aan het smeren voor ons. Maar ik ben aan slapen nog lekker, maar ik moet zo meteen weg. En ik was toch al wakker, eerder dan mijn wekker. We zijn gisteren heel vroeg gaan slapen. Vandaag een lange dag, want ik moet eerst werken en dan heb ik daarna nog een vergadering. Nou is dat niet heel erg, want dan kan je gewoon lekker zitten. Rover, kom. Ben je naar buiten? Zo leuk, hè? Mijn gevoel zei al, neem de toeristische route en ik zie hier allemaal hazen door het weiland rennen met achter elkaar aan, door de lucht heen zwevend. Dat is echt hilarisch.
En het is ook gewoon zo lekker dat je zo je dag kan beginnen voordat je aan het werk gaat. Dat je gewoon door het groen rijdt. Tussen de koeien, de hazen. Ja, ik voel wel een soort van een wolf komt of zo. Dat dit nu mijn leven is, dat ik hier woon. Het is echt de beste keuze die we hadden kunnen maken en die we hebben gemaakt. En ik ben echt super blij en trots op ons dat we gewoon ons gevoel achterna zijn gegaan. En gewoon de keuze hebben gemaakt van ja, wij gaan hier wonen. En ja, dat is 2 uur van onze familie af. Maar ja, het voelt als de beste stap. En het heeft het ook wel weer bewezen dat het inderdaad zo is. Nou, kom. Ga eens naar binnen. Nou, het begint. Het zou noodweer worden vanavond, dus ik ben benieuwd. We hebben de kat bijna binnen. Ik ga gewoon de deur dicht doen. Ja, dat wou ik zeggen. We zijn helpen mans klussen aan het kijken. Ik ben onverwacht toch eerder thuis, want we zouden een vergadering hebben vanavond, maar door het code oranje, weet ik veel welke code kleur, mochten we naar huis. Tenminste om 7:30 in plaats van om, weet ik niet hoe laat. Maar goed, de katten zijn binnen. Ik ben benieuwd hoe erg het gaat worden. Maar dat slaapt inmiddels gelukkig.